Hey, vandaag zaaien we de Monstera Deliciosa. Of beter gekend, de gatenplant. Zo, een beetje. Oh. En dan gaan we beginnen zaaien. Ik was hier aan het twijfelen hoor. Beginnen doen we zoals altijd met de zaden natuurlijk. En de Monstera zaden zijn eigenlijk vrij gemakkelijk, daar heb je geen voorbereiding voor nodig, dus je kunt gewoon direct aan de slag. Yes, en dan gaan we beginnen met een potje zoeken. De beste potjes zijn gewoon van steen of glas of plastic. Geen materiaal dat vocht doorlaat, zodat je potgrond goed vochtig blijft. En liefst ook zonder gaatjes van onder. Je kunt ook zo'n potje gebruiken met gaatjes in van onder, maar dan moet je ervoor zorgen dat de potgrond zeker vochtig genoeg blijft. Om dan te beginnen zaaien, kun je zaaienstekgrond gebruiken. Je kunt ook gewoon een potgrond gebruiken, maar wij verkiezen CocoPeat-tabletten, omdat die veel beter zijn voor het milieu. Plus die houden de vochtigheid ook net iets beter bij. En die zijn heel luchtig om de wortels te laten groeien. En dan gaan we beginnen zaaien. Je maakt dus eerst je potgrond goed vochtig. Dan een putje erin van ongeveer een centimeter diep. Steek het zaadje erin en dan doen we er terug potgrond over. Ja, en dan gaat je potje afdekken. Dat kan met een glas zijn, met een stolp zijn. Dat kan ook met plastic bijvoorbeeld zijn of met een stukje vershoudfolie. Gewoon zorgen dat alles mooi afgesloten is, zodat de omgeving vochtig blijft. Ja. En dan is het belangrijk dat je je zaadje op een warme en lichte plaats zet. Zorg er zeker voor dat de temperatuur niet te hard schommelt. Kamertemperatuur is eigenlijk ideaal. Ja, en dan is het gewoon geduld hebben. En normaal gezien, binnen een aantal weken, zou er wel al een kiemplantje moeten verschijnen. Maar dat kan altijd wel eventjes duren. Ja, absoluut. Maar laat het ons zeker weten, want we zijn altijd benieuwd hoe het bij jullie allemaal loopt. Hoe dat die zaaien projectjes allemaal verschillen van elkaar. Dus stuur ons zeker een foto. Je kunt ook altijd in onze Facebookgroep iets delen. Bladsteen, schaar, zaadjes, praatjes. En dan kunnen wij ook een beetje mee volgen. Ja, inderdaad. Dus laat het zeker maar weten. En veel succes, hè. Tot de volgende keer. Tada. Dat is goed als je.